Het is alweer een tijdje geleden dat we elkaar per ongeluk op straat tegenkwamen. En op een of andere rare manier kreeg ik je nummer. En ik was zo blij als een 8-jarig jongetje in een ballenbak. Oké, dus je hebt er gebeld? Nee, dat zei ik niet. Ah, je had dat niet eens uitgemaakt, want je maakt niet eens kans. Ja, sorry hoor, maar Breaking News heeft me uitgenodigd voor een date vanavond. Wat? Oh. Het is alleen wel in Amsterdam. Ja, zolang jij maar verkleed blijft, is er helemaal niks aan de hand. Verkleed blijf? Wat? Hè? Het is ook nog zondag. Dat wil dus zeggen dat de winkels dicht zijn. Hier brak al een beetje paniek uit. Waarom? Nou, hier knalde voor mij een potentiële toprelatie uiteen. We moesten een kostuum vinden, maar hoe? Wacht even. Als ze nou zelf een type. En erger. Oh, deze is wel goed, de tandenvee. Nee, ik ben gevallen. Totdat we uiteindelijk gewoon een dieptepunt hadden bereikt. En die is er? Je hebt een date, hè, Bardo? Je gaat vertellen als Adolf Hitler? We moesten wat beters vinden. Een als een pak. Iets waar iedereen van houdt, zoals superhelden. En dan niet zomaar een superheldenkostuum. Nee, die van Superman. Wie is nou sterker en beter dan Superman? Niemand. Maar hoe maak je nou zo gauw een Superman pak? Ik heb het. Trek aan. Oké. En laatste lettertje. Hoppatee, woehoe! Hij is af. Wat vind je ervan? Natuurlijk was Thomas blij met zijn idee. Alleen elke idioot had kunnen bedenken dat dit het allerslechtste idee op aarde was. Helaas was ik niet die idioot. Hij is awesome! Ja, toch? Kijk dan! Op weg naar het grote feest liep ik langs een meer en in de weerspiegeling zag ik dat er een letter van mijn pak ontbrak. Ik schrok me kapot, ik was in Amsterdam en ik besloot Thomas te bellen. Hallo, met Thomas. Yo, Tommy Boy met Bardo. Ik sta hier nu dus even, hè, als Spurman in het park en... Hey Bardo, jij wilde ik net hebben. Ik ben de U vergeten. Je bent de U vergeten? Sorry, en nu we het er toch over hebben, je bent je tante ook vergeten. Ah, humor, Thomas. Heel leuk humor. Ja, luister even, Spurman. Ik weet wel hoe we het goed kunnen maken. Na een lang en vermoeiend gesprek met Thomas gaf hij mij nog wel wat advies. Of nou ja, advies. Het was meer een openingszin. De beste die er volgens hem bestond. Eentje waarmee je echt indruk zou maken. Vol spanning besloot ik wat rondjes te lopen en de openingszin alvast voor mezelf te oefenen. Helaas was ik op dat moment vergeten dat er ook nog andere mensen bestaan die ook in het park rondlopen. Puur voor de zekerheid besloot ik de zin toch een keer uit te proberen. Bij een hele lieve oude vrouw die ik daar tegenkwam. Ik bedoel, wat kan er nou fout gaan? En toen ik wakker werd, liep ik eigenlijk gewoon direct door naar het station. Ik had een blauw oog en het spijt me dat ik niet ben opkomen dagen. Ik wou er heel graag bij zijn, maar het is me gewoon niet gelukt. Sorry voor alles. Uw voicemail is 18 minuten en... Dat was echt heel lief. Wat? Oh, gewoon dat telefoontje. Dank je. Dat je zoiets doet, dat zegt veel over je. Zegt het veel over mij of veel over de geweldige Spurman die hier nog 5 uur kan wachten op de volgende trein? Ik vind je echt heel stiek. Ja hoor, een of andere B-held hier in zijn onderbroek op het station. Nou, ik meen niet. Weet je wat het grappige is? Hoe boos je ook bent en hoe erg je dag ook is, er komt altijd wel wat beters. Vroeg of laat komen er altijd wel weer momenten waarop alles in één keer mee zit. En dat soort momenten, die leuke, kleine, gekke momenten die je misschien niet verwacht, dat zijn de momenten die je laten zweven als een echte Superman.